We zijn vanavond aanwezig in het stadhuis. En we zijn bij de bestuurdersacademie Apeldoorn. Zij hebben een inspiratieavond en het thema is vernieuwing en verjonging van het bestuur. Wij zijn heel erg benieuwd. U ook? Kijk dan met ons mee. Goedenavond Geert. Ik was benieuwd van wat zijn je verwachtingen voor vanavond? Nou, bij de voedselbank hebben we zo'n 50, 55 vrijwilligers. Maar dat zijn allemaal in ieder geval 50-plussers, zo niet 60-plussers. En wij proberen moeite te doen om te kijken of we jongeren erbij kunnen krijgen. Dus wij verwachten hier vanavond enige methodieken en trucs te kunnen ophalen om te kijken hoe halen wij straks jongeren binnen met de voedselbank. Dus je hoopt straks, als je weggaat, een hele berg jongeren binnen te kunnen halen? Nou, in ieder geval wat methodieken geleerd te hebben, waardoor je ze kunt aanspreken. Ik kan me niet anders dan bij Geert aansluiten. We zoeken met spoed ook verjonging binnen onze organisatie. En dus ik hoop dat we daar vanavond wat handvatten voor krijgen. Wat zijn jouw verwachtingen voor vanavond? Dat ik iets ga leren van jonge mensen vooral. En verder heb ik eigenlijk geen verwachtingen. Ik ga het echt over me af laten komen. Ik ben hier vanavond omdat het onderwerp me heel erg aanspreekt. Ik werk veel met jonge mensen en ik ben altijd wel benieuwd hoe krijg je nou jonge mensen ook weer geïnteresseerd in zoiets als een bestuur. Of is een bestuur dan wel de juiste vorm? Nou ja, allerlei vragen. En ik ben benieuwd wat er vanavond gebeurt. Namens de Sportraad, namens Apeldoorn Pakt Aan Stimens, heet ik u van harte welkom. U bent bij de inspiratieavond verjonging en vernieuwing van het bestuur. En ik wil heel graag het woord overgeven aan Ben Bloem, wethouder van de gemeente Apeldoorn. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in Apeldoorn vanuit allerlei organisaties, maatschappelijke organisaties, zoals de partijen die jullie vertegenwoordigen, dan wel misschien willen gaan vertegenwoordigen, dan is dat enorm waardevol en dan kan je daar geen prijskaartje aan hangen. En als je het toch zou proberen, dan gok ik dat dat zomaar in de miljoenen zou kunnen gaan lopen. En dat kunnen wij niet betalen. Dat hoeven we gelukkig misschien ook wel niet te betalen. Want heel veel vrijwilligers doen dat met hart en ziel. En willen daar ook in die zin niks voor terug. Behalve misschien serieus genomen worden. En dat is wat we willen doen. Dat is wat we ook vanavond denk ik hopen te horen. Misschien even heel kort iets over mijzelf. Want ik mag dan tegenwoordig ook, zoals dat heet, formeel bestuurder zijn van deze stad. Dus als je het hebt over besturen, dan doe ik dat nu in het dagelijks leven. Even waar ik vandaan kom. Ik ben nu 37 jaar. Toen ik een jaar of 20 was, kwam ik na een aantal jaren in het buitenland, kwam ik terug in Apeldoorn. En toen werd ik vrij snel opgevangen in een groep jongelui. Met name vanuit de kerkelijke achtergrond waar ik belandde. En die waren heel actief met allerlei activiteiten, organisaties vanuit verschillende kerken. En op een gegeven moment zeiden we, ja, het is allemaal zo lastig, want jij zit in die kerk en jij bent met dat bestuur te maken en jij zit in die kerk en jij bent met dat bestuur te maken en we moeten altijd een keer die koppen bij elkaar en niemand is het eens met elkaar, want iedereen heeft zijn eigen belangetje. Weet je wat jongens, we starten eigen stichting. Dat hebben we gedaan. We waren, ik geloof de oudste was 29. Een bestuurtje gestart. Nou, dat was mijn eerste ervaring met bestuur van een klein stichtingtje. Maar vervolgens gingen we als stichting gingen we zelf onze fondsen werven en gingen we zelf die activiteiten organiseren. Later mocht ik bestuurslid zijn bij Schuldhulpmaatje. Dat is een organisatie hier in Apeldoorn die ontzettend veel doet als het gaat om mensen helpen die in de schulden zitten. En dat doen ze met allemaal vrijwilligers, maar er zit wel een stichting bij. En daar mocht ik bij aansluiten, mocht ik heel veel ervaring op doen. En zo heb ik mogen leren. En ergens in die jaren, in mijn eigen leerschool, hoorde ik van de bestuursacademie. En toen dacht ik, als ik daar nog maar de tijd voor had. En daar knelt het soms. Maar ik had eigenlijk achteraf gewild dat ik de tijd eerst had genomen. Had ik een hele hoop misschien aan voorkennis gehad. En had ik met een beter rugzakje was ik begonnen. Ik heb nu met rugen vallen en opstaan mogen leren. Dat doe ik nog steeds. Maar ik hoop dat jullie heel veel mogen meegeven vanuit je kennis en ervaring aan nieuwe bestuurders, jonge bestuurders, aan elkaar. Misschien ook wel aan bestuurders die al wat langer bezig zijn, maar zeggen ik wil wat anders gaan doen. Je merkt dat dat ook speelt, want dat besturen niet meer is, ik doe iets voor 40 jaar, maar ik doe het 2 jaar hier, 3 jaar daar. Dus help elkaar, maar vooral hou elkaar vast en hou elkaar enthousiast, want wat jullie doen is van onschatbare waarde voor de stad, voor de jeugd, voor de toekomst. Blijf dat vooral doen en blijf ook vooral dit soort avonden organiseren wat mij betreft.
Dank u wel. Ik was vorig jaar was ik in het Kurhaus aan het strand en daar sprak Michael van Praag. U kwam hier met bepaalde verwachtingen binnen. Heeft u een beetje gekregen wat u wilde krijgen? Je krijgt een doos, het hele pakket waarvan je droomt dat je het zou krijgen. Maar je pikt onderdeeltjes op en die neem je mee. En daar kun je dan straks iets mee doen, denk ik. Inspirerende, verhelderende aanwijzingen, zou ik maar zeggen. Ja. 1 uur vergaderen, daarna gezelligheid, maar niet 2 uur lang ahoeren. Ja, de inspiratieavond is sowieso inspirerend. Anders besturen, denk ik, zit in een landelijk bestuur. Nou, daar mag nog wel wat gebeuren. Andere kant is het ook, ja, hoe haal je nou jongeren binnen? Wat is dan belangrijk? En ik heb heel veel tips gehoord. Eigenlijk meer dan ik had gedacht. Omdat het aspect creativiteit en omdenken, hoe kijk je tegen je bestuur aan, hoe kan je het anders doen. Er werd meer aandacht aan besteed dan ik had gedacht dat het zou zijn. Er waren momenten van inspiratie, ja, absoluut. Ik vond het bijzonder leuk dat er omgedacht werd, dus out of the box. En dat we moesten gaan bedenken hoe je jonge mensen van onder de 40 wegjaagt uit je bestuur. En dat vond ik zo grappig. Maar daar leer je heel veel van, hè? Want dan komt er een hele lijst van dingen van, hey, maar zo moeten wij het gaan doen. En je leert ervan. We waren getuigen van een leerzame avond waar heel veel verschillende verenigingen en organisaties zich hebben laten inspireren door het thema verjonging en vernieuwing van bestuur en nu vol goede moed in hun eigen geledingen aan de gang gaan.